Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Een vriend van mij heeft gisteren een nier afgestaan. Daarmee heeft hij een gezin van 5 mensen een nieuwe toekomst gegeven. Maar het is nogal een ingreep. Ik ben benieuwd hoe het staat met het huidige nierenonderzoek en wat ze kunnen doen om dat te vermijden. We gaan op bezoek bij het Instituut voor Molecular Life Sciences bij Joost Hoenderop om te kijken hoe het onderzoek ervoor staat. Joost, hoi. Je bent nierfysioloog. Dat klopt. Wat is dat? Ja, een nierfysioloog is een persoon eigenlijk die wil weten hoe de nieren in ons lichaam werken. En we proberen te begrijpen hoe die nieren functioneren. En met name ook wat we zouden kunnen doen als die nieren niet meer goed kunnen functioneren. Maar waarom zijn nieren dan zo belangrijk? Ik zie daar een nier liggen. Je hebt daar een drie. Ja, ik heb hier even een niertje ook erbij gepakt. De nieren die filteren het bloed. Die zorgen ervoor dat we de schadelijke stoffen uitplassen en de goede stoffen behouden. Ja, ja. Maar er zijn ook andere functies. Ze regelen de bloeddruk. Ze zorgen ervoor dat we de juiste concentratie ionen in ons lichaam hebben. En ze zorgen ook voor belangrijke hormonen. En hoe kan het dan dat je op een keer... Een vriend van mij, vertelde je erover, die staat één nier af. Ja. Mist die dan niet heel veel, met name met dat zuiveren en het aanmaken van hormonen? Ja, het is zo dat als er één nier wordt afgestaan, dan zien we eigenlijk dat die andere nier nog wat beter zijn best gaat doen. Oh ja, is dat zo? Ja, dan zien we eigenlijk dat filtratieproces, dat schoonmaakproces nog wat beter, wat effectiever wordt. Het lichaam past zich aan, ja, het lichaam past zich aan. En dan zien we eigenlijk dat die mensen met één nier ongeveer... ja, zo'n 70-75% van hun nierfunctie hebben. En dat is nog ruim voldoende om eigenlijk in deze functies te voldoen. Die nieren die hebben dus dadelijk een belangrijke functie. Dat als je nierfalen hebt of wat iets meer zei, ja. dan zie je op een gegeven moment hoe belangrijk het is dat die nieren functioneren. Ja. Waardoor gaan die nieren dan minder goed functioneren? Wat doen wij of wat gebeurt er in onze omgeving dat die nieren minder goed functioneren? Ja. Ja, we hebben eigenlijk ruwweg 2 groepen die we daarin kunnen identificeren. Dus we hebben te maken eigenlijk met erfelijke nierziekten. Dat zijn vaak zeldzame ziektebeelden. Dus daar hebben we helemaal niet zo heel veel patiënten van. En dan zijn er specifieke genen gemuteerd, waardoor de nier niet goed functioneert. En daarnaast hebben we ook wat ziektebeelden die veel wel bekend zijn, die ook leiden tot een verminderde nierfunctie. En belangrijker daarbij zijn bijvoorbeeld de verhoogde bloeddruk, hypertensie. Ja, op het moment hebben we toch te maken met een hele grote groep van mensen met een verhoogde bloeddruk. Ook diabetes. Dat is ook een groep van mensen die ook vaak een verhoogde bloeddruk hebben. En dan zien we dus dat die nieren minder goed functioneren. En we zien ook dat die groep van mensen met een verhoogde bloeddruk alles maar groter wordt. En dat heeft alles te maken ook maar toch wel ons eetgedrag. Ja, Misschien is het leuk om heel eventjes hier een paar producten te bekijken. Hè? Want we vinden allemaal lekker om af en toe eens Mexicaans te eten. Of een lekker zakje chip op te eten. Maar misschien is het goed om gewoon eens achter eens op de verpakking te kijken. Hè? Hier zie je een zakje kruidenmix. Maar van de 100 gram zie ik dat er 16 gram zout in zit. Ja, Is het leuk om even te weten dat je ongeveer 2-3 gram zout per dag nodig hebt. En er zit daar al 16 gram in? En hier zit al 16 gram in. Okay. Dus dat geeft een beetje aan dat we vaak gedurende de dag veel te veel zout binnenkrijgen. Ja. En het is uit heel veel onderzoek wel naar voren gekomen dat hoe meer zout, hoe meer cardiovasculaire aandoeningen. Ja, ja. Dus dat is een directe correlatie. Nou, als de nierfunctie dramatisch daalt, tot ongeveer 20%, dan zie je dat de mensen onvoldoende capaciteit hebben om eigenlijk het bloed te zuiveren van schadelijke stoffen. Ja. En dat betekent dus dat je een dialysepatiënt wordt. En dat is ingrijpend. Ja, dat betekent dat je ongeveer 3-4 keer per week naar het ziekenhuis moet, gedurende uren eigenlijk gedialyseerd moet worden om je bloed te zuiveren. Ja, ja. En dat heeft een enorme impact op het leven van mensen. En dat is ook een grote kostenpost voor de gezondheidszorg. Ja. Nu ben jij bezig met nierenonderzoek. Het is heftig, hè? Zo mensen die een nier afstaan of mensen die een nieuwe nier moeten krijgen, die dialyse. Zijn er nou in jouw wetenschappelijke onderzoek
zie je nou mogelijkheden om daar, ja, dat, hè, ik meen dat er 800 mensen op de wachtlijst staan om een nieuwe nier te krijgen? Ja. Dat is natuurlijk heel, sowieso degene die ze niet moet afstaan is vervelend, maar degene die erop moet wachten, de dialyse. Zijn er nou inmiddels ontwikkelingen waar, ja, waar we daar veel beter mee om kunnen gaan, waar we eigenlijk straks minder nieren hoeven af te staan? Ja, dat is een heel aantrekkelijk vooruitzicht natuurlijk, dat we daar iets aan kunnen doen met z'n allen. En ja, er zijn op dit moment hele mooie ontwikkelingen gaande, die betrekking hebben op, zoals we zeggen, de regeneratieve geneeskunde. Ja, dus wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat we proberen dus in het laboratorium weefsel op te laten groeien wat diezelfde functie heeft, hè, zoals de nieren dat ook hebben in ons lichaam. Hè, en op die manier proberen we eigenlijk te werken aan modellen, hè, waarbij we ook weer nierfunctie zouden kunnen teruggeven. Daar zijn jullie hier op het UMC mee bezig? Ja, we proberen daar inderdaad ook mooie ontwikkelingen in te hebben. En het is wel belangrijk om ook te vertellen dat het hele lange termijn ontwikkelingen zijn. Ja, omdat het is nog steeds moeilijk om de nier helemaal te begrijpen. Het is een complex orgaan. Ja, ja. En we zien ook op het moment als we cellen eigenlijk uit de nier halen en die in het laboratorium opkweken, dat het nog niet altijd zo is dat die cellen precies hetzelfde zijn zoals ze in het lichaam zitten. Dus wat we op dit moment proberen en wat ook veel internationale groepen op veel vooruitgang al in maken, is dat we bijvoorbeeld cellen uit de urine kunnen halen van gezonde vrijwilligers of van patiënten. En die cellen zijn we in staat om weer op te groeien in het laboratorium. En op het moment dat we dat onder bepaalde omstandigheden doen, dan zijn we weer in staat om eigenlijk een soort in vitro niertje te maken. Wat nog niet helemaal die nier is, maar waarin wel al bepaalde eigenschappen van die nier kunnen worden gemeten. Ja. En wat voor ons een mooie ontwikkelingen zijn, is dat we dat soort modellen ook kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om geneesmiddelen te testen op eigenlijk een niermodel in het laboratorium. Ja, ja. En dus ook kunnen kijken of dat die geneesmiddelen belangrijk kunnen zijn in de behandeling van nierziekten. Wat zijn er geneesmiddelen voor nierziektes? Ja, er zijn geneesmiddelen, ik moet zeggen, voor veel erfelijke nierziektes zijn er weinig geneesmiddelen. Ja. Dat is ook altijd lastig geweest, omdat er weinig patiënten zijn. Ja, en dat betekent toch ook vaak dat de farmaceutische industrie minder geïnteresseerd is om producten te ontwikkelen, omdat er erg kostbare investeringen zijn. Kijk, wat we wel zien is dat we steeds meer de kant op gaan van preventie. En dat is misschien wel belangrijk, omdat het heeft ook te maken met onze eerdere discussie, dat we mensen bewust willen maken van hun eetgedrag, minder zout willen laten eten. En wat je nu ziet is dat er ook heel veel onderzoek zich verplaatst om op te kijken hoe we die preventie beter in kaart kunnen brengen. Dus waar we naar gaan kijken is ook of wij bijvoorbeeld in de urine stoffen kunnen zien die eigenlijk al zichtbaar zijn voordat de symptomen van nierziekte aanwezig zijn. En dat is met name ook een heel aantrekkelijk onderzoeksveld, hè, waarbij we zogenaamde biomarkers identificeren. Hè, dus eigenlijk een soort markerstoffen die al wel zichtbaar zijn voordat de ziekte er is. Zijn er nu ook al dingen die wat dichterbij zijn, dat je zegt van daar kun je mensen met nierfalen toch al een heel eind mee helpen zonder dat ze gelijk zeg maar of naar nierdialyse moeten of dat ze nieuwe nieren moeten? Kijk, nierfalen is een soort verzamelnaam van heel veel verschillende nieraandoeningen. Ja, 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 ja. Dus wat we wel bijvoorbeeld al zien, de nier kunnen we het beste uitleggen als een filtereenheid, waarbij we bloed filtreren met daarna een hele lange tuinslang. Ja, en in die tuinslang halen we iedere keer de waardevolle stoffen van de voorurine terug naar het bloed. Ja. En de schadelijke stoffen voegen we toe aan de vloeistof. En die zal uiteindelijk via de urine ons lichaam verlaten. Nou, en om die waardevolle stoffen op te nemen, weer terug te winnen voor ons bloed, hebben we allerlei specifieke eiwitten nodig. Ja, en die eiwitten die kunnen soms niet goed functioneren bij patiënten. Die kunnen een mutatie hebben of ze kunnen ontregeld zijn. En wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is dat we in die niercellen die we in het laboratorium kweken, kunnen we wel kijken naar hoe we dat proces kunnen beïnvloeden. Dus we hebben bijvoorbeeld voorbeelden dat we zo'n eiwit wat niet goed functioneert door een medicijn, juist wel op de goede plaats in de niercel
kunnen krijgen. En op die manier kun je dus eigenlijk proberen dat eiwit toch te laten functioneren. Dat zijn wel ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. En dat is eigenlijk ook waar jouw belangrijkste aandacht op ligt in dit onderzoek. Ja, dus wij kijken met name veel naar die transporteiwitten. Ja, dus wij zijn in staat om heel specifiek ook die eiwitten die in die niercellen aanwezig zijn en die ervoor zorgen dat we het waardevolle calcium of het waardevolle magnesium terughalen uit de voorurine, hoe die functioneren. Nou, misschien is het leuk om iets te vertellen over een recente ontwikkeling die we hebben gedaan, waarbij we bijvoorbeeld zien dat zwangerschap ook soms nog wel eens een magnesiumverlies geeft. Yeah. Dus vrouwen die zwanger zijn, die kunnen ook een zwangerschapsdiabetes krijgen. En we zien dat die diabetes soms gekoppeld is met een ongecontroleerd magnesiumverlies in de nieren. Yeah. En we weten niet goed hoe dat komt. We weten wel dat het heel veel krampen geeft bij vrouwen. En we zien ook dat die vrouwen soms wat extra magnesium nodig hebben om die krampen tegen te gaan. En misschien is het leuk om daar kort even iets van te laten zien. Kijk, hier zien we de nieren in het lichaam. We zien ook het filtratieproces, hoe het bloed de nier binnenkomt en hoe het bloed ook weer de nier uitkomt. En als we nu met een vergrootglas kijken eigenlijk naar die nieren, dan zien we daar de functionele eenheden van de nieren. Dit noemen we een nefron, daar hebben we er ongeveer 1 miljoen van. En we zien hier de vloeistof eigenlijk door die lange tuinslang waar ik over vertelde stromen. En we halen dus nu iedere keer het waardevolle magnesium uit die vloeistof. Nou, wanneer we nu aan de bovenkant kijken van deze cellen, dan zien we dat er allerlei transporteiwitten in zitten, magnesiumkanalen. En die nemen het magnesium op van die voorurine op in de niercel. Dat zien we hier weergegeven. We zien ook dat we andere type eiwitten hebben, bijvoorbeeld kaliumkanalen. Die zorgen ervoor dat kalium de niercel uit kan stromen. En op die manier dat we een transport van magnesium kunnen genereren. Nou, en als we dan nu kijken naar de andere kant van die cellen, dus als we nu door de niercel heen gaan naar de bloedkant van die cellen, dan zien we dat we daar bijvoorbeeld ook allerlei receptoren hebben. Bijvoorbeeld insuline in het bloed, die is in staat om bepaalde receptoren te activeren, de insulinereceptor. En die zorgt ervoor dat vervolgens er een heel proces wordt aangeschakeld in die cellen en dat die magnesiumkanalen, die dus hier in kleine blaasjes zit, dat die naar het oppervlak van de niercel komen en dus in de membraan terechtkomen. Ja. Nou, wat hebben wij nu ontdekt? Als we nu naar die magnesiumkanalen gaan kijken, dan hebben we gezien dat bij die vrouwen die dat magnesiumverlies hebben, dat er een bepaalde mutatie is opgetreden. Dus we zien dat er daar een andere eiwitstructuur is, waardoor dat eiwit niet helemaal goed meer gereguleerd kan worden door insuline. Ja. En dan zien we dus dat die blaasjes, die je hier zo ziet, die komen niet meer in het oppervlak van de niercel terecht. En daardoor zien we dus dat magnesium niet wordt opgenomen vanuit die voorurine. En dat eigenlijk gewoon door de tuinslang heen richting de urine stroomt. En daardoor verliezen we dus het magnesium en daardoor gaan die zwangere vrouwen met die zwangerschapsdiabetes verliezen dus meer magnesium. Nou, en dit zijn bijvoorbeeld mechanistische ontdekkingen, waardoor we nu beter begrijpen hoe magnesium wordt vastgehouden ofwel wordt verloren. En daar kunnen we dan ook weer iets mee doen. Er zal nog heel wat water door de Waal moeten stromen voordat men buiten het lichaam gekweekte nieren kan gebruiken. Toch zijn er hoopvolle ontwikkelingen en hoeft er in de toekomst minder een beroep gedaan te worden op nierdonoren. Maar het belangrijkste, je kunt zelf veel voorkomen.